Ja, het zit allemaal in de tas. Het kan mee. Aan zaterdag in alle vroegte weg. Nu even dit opruimen. Dat mogen jullie nog niet zien. Hoi. Het is woensdag, nee, donderdag 15 november. Gisteren was natuurlijk geen een gewone vlog, maar een kookvideo. En dat was een hele bijzondere kookvideo. Moet je maar even terugkijken. Ik zal wel. Daar. Of wordt dat toch? Ik weet niet meer. Daar denk ik een linkje. Ja, ik ben al een poosje wakker. Ik heb al een en ander gedaan. Wasje aangezet. Ik heb zelf al gedoucht. Nee, dat kun je zien. Mijn haar is nog nat. Ik heb wel een staart hier. Want als ik hier zit te werken, dan drupt het op mijn werkbank. Dat vind ik niet fijn. Ik ben nu bezig met het maken van thumbnails. Ik moet er nog eentje. Dan nog even een video editen. Maar dan ben ik bij. En dan ga ik video's opnemen voor kerst. Ik ga iets maken voor kerst. Dat is dus ook een video opnemen voor kerst. Ik moet cadeautjes kopen. Want zaterdag ga ik naar de Hummeltjes. Want de jongens werden gisteren 1 jaar oud. Anne Vera werd zondagjarig. En dat ga ik zaterdag met hun vieren. En onderweg pik ik Janneke op. Dus dat wordt vast een hele dolle dag. Ik ga nu in elk geval eventjes hier verder mee. Want dan kan ik ook gewoon naar de winkels. Daar heb ik even zin in. Oh ja, en ik wil wat nieuwe shirtjes. Ook wel. Zo, nou, boven waar ik draait de was. Ik heb inmiddels de droger ook even uitgestofzogen. Dat doe ik in principe elke keer, 1 keer in de maand. Met de stofzuiger gewoon even helemaal goed alle stof eruit. Want een van de belangrijkste punten in Nederland waar brand ontstaat is de droger. En dat komt mensen hem niet goed schoonmaken. Het enige wat ik zo meteen nog even moet doen is de condensator, geloof ik, dat ding. Nou, die bakken, dat ding eruit onder de kraan, daar ook het stof uit te halen. Maar ik ga zo meteen eerst de badkamer schoonmaken. En dan voordat ik de vloer ga doen, doe ik eerst die condensator even. Want daar komt natuurlijk rotzooi uit. Maar nou ja, even de goede volgorde werken. Anders moet ik 2 keer een badkamer doen. Daar heb ik ook geen zin in. Dus daar ga ik nu even mee aan de bak. En dan zie ik jullie straks. 9:30. Ik ga naar het winkelcentrum. Nee, hoeft niet. Ik moest even denken of ik handschoenen aan wil of niet. Ik krijg heel snel last van witte vingers. Dus ik moet altijd uitkijken. Maar ik denk dat het nu nog wel gaat. Nou, de kids liggen beide nog ziek in bed. Die zullen deze week wel niet meer naar school raken. Nou, dat is altijd zo handig, hè? Je sleutels helemaal verstopt. Goed, ik zet jullie even neer. Nee, want de bak is zeiknat. Ik zie jullie zo op de fiets. Ja, toen was mijn accu leeg. En ik had mijn accu thuis laten liggen. Dat is stom. Ik ben me bijna nooit. Maar ik ben terug. Ik heb boodschapjes gedaan bij de Hema en bij de Miss Etam. Ik heb 2 shirtjes gekocht. En bij de Hema heb ik het volgende gekocht. Een Rudolf onesie voor mijn kind. Voor de tweeling van Janneke, voor de tweeling van Henry en Anna Vera. Dus voor Matthias en Joshua. Voor alle twee een kinderbestekje. En een rietjesbeker.
Ook twee dezelfde. Maar die ga ik nog wel even personalificeren. En voor mezelf dus twee shirtjes in kleurtjes die ik eigenlijk nooit koop. Ik vond ze wel leuk. Een groene. Een beetje, ja, je kunt het slecht zien. Donkergroen. En een beetje een rode. En daar heb ik een heel leuk sjaaltje ook nog bij. Dat sjaaltje had ik al. Dus ik ben voorlopig weer voorzien van shirtjes. En nu ga ik een video voor kerst opnemen. Ja, dus ik ga niet laten zien wat ik daarvoor heb gekocht. Dat was het overigens niet heel veel. Dat is het leuke eraan. Goed, ik ga gewoon aan de bak. Voor Anna Vera heb ik natuurlijk ook een cadeautje gekocht. En het is hetzelfde cadeautje als dat ik gekregen heb. Ik wilde een hele graag een andere geur voor haar. Maar die geur die ik in gedachten had, die hadden ze niet in zo'n pakketje. En toen kon ik kiezen uit mango, uit een rood met onder andere framboos en aardbei. Of iets met, oh wat was het nou, vanille. Nou, dat vanille dacht ik, ik vind dat altijd zelf niet zo geweldig. Mango vond ik wel heel overheersend. En deze is gewoon heel subtiel. Ik heb hem zelf ook gewoon. Ik gebruik hem heel graag. En dat is dus dit tasje. En daar heb ik nog even een lipglossje extra bij in laten doen. Want ik had zelf er ook een lipglossje bij. Maar die hoort niet in het pakketje, zeg maar, die wat er nu stond. Maar die lipgloss is echt super fijn. Ik kan hem er nu niet uithalen. En mijn lipgloss ben ik al achter. Die ligt op school in de kast. Handig. Maar die is wel super fijn. Dus die ga ik ook nog even inpakken. Want de andere cadeautjes zijn inmiddels ingepakt. Ik heb bedacht dat het niet handig is om die flesjes iets daar nog op te gaan plakken. Want het moet natuurlijk afgewassen worden. Dus dat is niet handig. En ik moet de tafel even weer opruimen. Want daar heb ik weer van alles opgegooid al. Nou, het zit allemaal in de tas. Het kan mee. Aan zaterdag in alle vroegte weg. Nu even dit opruimen. Dat mogen jullie nog niet zien. Dus oh ja, en dat was de lege accu. Dus die ga ik even in de lade stoppen. Zo, geluncht. Ja. Ik heb wel wat rood gezicht om een of andere reden. Ik weet ook niet waarom. Niks raars gedaan. Ja, net hier een pukkeltje geknapt. Maar dat is iets anders. Dat is, ja, ik weet het niet. Ik wilde wat zeggen, nou weet ik gewoon niet meer wat. Oh ja, wat ik wilde zeggen was, hartelijk welkom nieuwe abonnees. Inmiddels zijn het er al 426 op dit moment. En dat betekent dat er in een week tijd 26 abonnees bij zijn gekomen. Leuk dat je kijkt. Hartelijk welkom. En als je nou een verzoeknummer hebt om een keer een recept te koken, laat het hieronder achter in de berichtjes. Vind ik altijd leuk. Sowieso vind ik leuk om in contact te komen met jullie. En dat kan via een bericht hieronder, maar dat kan ook via Instagram. Ik ga straks pasta maken. Meten, daar ligt macaroni voor de jongens. Ik heb nog glutenvrije pennen was het, geloof ik. Ja, pennen. Die puntjes. Nou ja, dat. Ja, en ik heb een mislukte orchideebloem. Kijk. Die ziet helemaal lekker. Die is niet helemaal goed gelukt, zeg maar. Ik weet niet. Ik zal hem even hierheen halen. Kun je het wat beter zien. Kijk. Zo hoort hij eruit te zien. Heel mooi. En dit is wat er nu uitgekomen is. Beetje creepy. Vanmiddag helemaal niet gevlogd. Ik heb lekker zitten lezen. De was gevouwen. Nou, nog andere dingen gedaan. Nou staat het eten te koken. Heet de pasta. Tenminste, de heren eten deze. Ik eet die. En dan is er een restje over voor zaterdag, omdat ze handen op zaterdag ben ik er niet, dus dan hoeven ze niet te koken. Dus dat scheelt weer. Dus ja, kijk aan. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan. Het is alleen zo vroeg donker elke keer al. Ik verbaas me erover. Dat, voor mijn gevoel is het nog helemaal niet zo ver dat het al 's avonds vroeg donker moet zijn. Maar omdat het nog elke keer zo warm is, hoewel het nu echt koud aan het worden was buiten. Ik wilde eigenlijk op de fiets naar de wenkbrauwen mevrouw vanavond. Maar ik denk dat ik toch wel met de auto ga. Maar even bedenken. Nou ja, eens maar eens even het eten afmaken. Zo, jas aan, want ik ga toch op de fiets, heb ik besloten. Ik zoek wel even mijn sjaal op. Kijk. En mijn handschoenen. Oh ja, die lagen ook nog in de gang. In de gang, wacht even.
ouderwetse wanten, tas mee. En dan ga ik lekker op de fiets. Als ik dan thuis kom, dan ben ik lekker rozig. En dan kan ik mooi op tijd mijn bed in. Ik ben moe. Goed. Ik zie jullie daar, want ik doe even niet mijn fiets op de camera op de fiets. Tot straks. Zo, weer thuis met de... Ze zijn weer netjes, hè. Even van dichtbij. Kijk, weer mooi in vorm. Ja, het is nu nog rood hier en zo, maar er zit weer verf op. En ik heb gelijk maar een afspraak gemaakt voor over 5 weken. Want dat is wel de tijd die ik ertussen wil. Dus over 5 weken ga ik weer net mooi voor de kerst. Goed gepland. Nu ga ik gauw flying doctors kijken. Dan ga ik boven nog wat doen achter de computer voor morgen. En ik ga nog wat doen met een video. Ja, die hebben jullie gisteren gezien van de bento's. Die video. Daar moet ik nog wat bij doen. Tot straks. Lekker rood. Want ik kom naar boven. Want ik ga nog eventjes aan het werk. Oh, laat ik die maar even wegzetten. Een doosje wat onder de zon moet. Want het staat een beetje onhandig plek. Ik ga nog even aan het werk. Ik wil nog even een les voorbereiden. Het is nu 8:30. Nou, dat moet lukken. Een stukje praktijk. Nou, ik wil even wat dingetjes bekijken. En... Oh ja, kijk. Ik heb een blooper iets. Kunnen jullie het zien wat er staat? Ja, nou wel. Blooper! Nou ja, heb je gezien als het goed is woensdag? Maar ik ga even aan de bak. Dit kan uit. Moet het bewaard? Want dat heb ik al bewaard. Dat kan weg. En dan ga ik schoolboeken bijpakken. Daar is hij. Nou, tot straks. 8:30 ging ik naar boven. Het is nu 9:55. Goed, les is voorbereid, maar ook al voor volgende week had gedaan. Nu nog even met iemand aan het appen, want die moet nog wat doen. Dan ga ik zo eens mijn koppen zien smeren. Het is droog om een of andere reden. Dus dan ga ik zo maar eens even nog wat op smeren. Ik ga eens even kijken of het nu gaat lukken, wat er moet gebeuren. En dan ga ik ook mijn bed opzoeken. En dus ik ga even kijken nu. Nou, het is gelukt hoor. Oh ja, ik wilde nog crème op mijn kop doen. Wacht even. Nieuwe pot. Dus ik had even het dopje eraf gepeuterd. Dus dat is zo'n fijn velletje over wat ik er dan niet af kijk. En ik zie jullie niet, dat is niet helemaal leuk. En als je denkt, waarom maak ik nu het gezicht niet schoon? Nou, dat heb ik net al gedaan. Dat doe ik altijd in de logeerkamer. Daar heb ik van die reinigingsmelk staan en watjes. En dan kan ik ze gelijk in de prullenbak gooien, die watjes. Zo, die komen weer op zijn plek. En dan is het tijd om... Dan de tupetje. Even mijn bril opzetten. Ik ben best wel slechtziend zonder bril. Hé, hey, oh, daar waren jullie. Ja, even tanden poetsen. Zo, klaar. Staat eruit. Ja. Ah, hij mag weer los. Ik had dat even vast toen ik naar de... Hoe heet dat ging? Op de fiets. Naar de brouw mevrouw. En daarna niet meer los gedaan. Ja, en overdag had ik het vandaag ook... Dus die is aan. Dan had ik het vandaag ook vast. Want ja, dan ben je bezig en dan is los haar toch niet zo handig. Oh, die mag wel dicht. Die is koud. Ah, er liggen zien om mijn plantjes groeien. Kijk eens. Oh, die mag wel even gedraaid. En die groeit iets minder hard. Want kijk, die is al veel groter dan die. En die zijn van beneden gekomen. Nou, poppetje gezien.
kastje dicht. Ik ga lekker slapen. Ik ben moe. Ik was net even met Ronald al gaan kletsen. En die ging ook al naar bed. Dus mooie tijd geweest. Ik dank je voor het kijken. Ik hoop dat je een leuke vlog vond. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel materiaal ik heb. Maar vast een heleboel. Ik zie je morgen weer in een nieuwe vlog. Ik ga boodschappen doen in elk geval. Dus daar zul je een stukje van zien. En verder, we zien het wel wat er gaat gebeuren. In elk geval bedankt voor het kijken. Leuk dat je erbij bent. Ben je nog niet geabonneerd? Dat kan hieronder. Die grote rode groep. Daarnaast verschijnt dan ook een belletje. Dat is handig, want dan mis je niks. En abonneren is gratis. Dat kost helemaal niks. Laat dus een reactie hieronder achter. Vind ik hartstikke leuk. Ik probeer echt zo snel mogelijk als ik kan te reageren. Overdag, ja, lukt niet echt. Maar 's avonds ga ik er echt even voor zitten. En dan komt er morgen gewoon weer een nieuwe vlog online. Dan zie ik je graag terug. Voor nu, hele fijne dag. Kijk je dit nou 's avonds, dan slaap lekker en heb mooie dromen. En dat je dan gewoon serieus staat te wachten tot het muziekje begint. Ben je bezig? Maar nu komt het muziekje dus.